Yo, welkom bij weer een nieuwe video in deze lichaamsgewichtserie. Vandaag is onze rug, onze complete, dus boven- en onderrug aan de beurt. Ik heb een aantal mooie oefeningen verzonnen. We gaan beginnen. Voor de eerste oefening willen we vlak op de grond gaan liggen. Handen mooi naast je lichaam. En dan hoef je enkel je borst omhoog te brengen. Voer deze oefening vooral rustig en beheerst uit. Je wilt bij zo'n oefening zeker niet extreem snel gaan bewegen of gaan zwaaien met je bovenlichaam, want dit kan nog wel eens leiden tot pijn in de onderrug. Ook maakt het niet zo gek veel uit of je maar een heel klein stukje van de grond afkomt of een heel groot stuk. Dit ligt namelijk ten eerste aan de kracht van je rug en ten tweede ook aan de mobiliteit van je rug. Voor de volgende oefening ga je een klein stukje van de muur afstaan. Begin met 1 voetlengte. Hierna kun je de oefening altijd nog zwaarder maken door verder van de muur af te gaan staan. Wat je nu wilt doen is je ellebogen in de muur duwen en zo hard mogelijk naar achter blijven duwen, terwijl je schouders laag blijven en je een grote borst houdt. Dit is dus een soort van omgekeerde plank. Bij de volgende oefening leg je je vingertoppen net over elkaar heen en daar leg je je kin weer op. Als je nu omhoog komt, trek je je armen en je ellebogen helemaal achter je lichaam en je probeert tegelijkertijd je torso en je benen omhoog te brengen. Ook deze oefening doe je weer rustig en beheerst. Bij de volgende oefening gaan we in een opdrukpositie staan en dan probeer je je lichaam te laten zakken door enkel je schouderbladen naar elkaar toe te bewegen en ze van elkaar af te bewegen. Wanneer je dit doet, wil je nog steeds je heup op een mooie hoogte houden, zodat je lichaam mooi vlak blijft. Waar je bij deze oefening op moet letten, is dat je niet de buiging gaat maken in je ellebogen en dat je die echt maakt in je schouderbladen. Bij de volgende oefening mag je lekker languit op de grond gaan liggen en dan draai je je armen en je benen helemaal naar elkaar toe. Je maakt dus een soort van liggende jumping jack. Wanneer je deze oefening doet, let je er weer op dat je je benen een stukje van de grond afhaalt en dat je je torso voor jouw doen zo ver mogelijk van de grond afhaalt. Op mijn kanaal staan verschillende series, zoals de verzuringsserie en natuurlijk deze lichaamsgewichtsserie. Als je al die video's wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video.